Hallo mensen, kom vanop en snel met een nieuwe video voor jullie. Vandaag ben ik er met Roppie! En Roppie is blij, want Roppie heeft al 3 keer achter elkaar de Futdraft gewonnen. Het is nu tijd voor mij om een keertje te winnen. Ja, en je doet het wel slim, want jij mag natuurlijk kiezen voor welke positie je gaat. En jij zegt net tegen mij, we gaan voor de... Voor de spits. Ja, en dat is natuurlijk slim, want als ik al 3 keer heb gewonnen, dan wordt die 4de keer echt wel scheepsrecht. Dus, hè? Ja, daarom. En de spits, een hele belangrijke positie. En ja. Mensen, wat ik vergeten, like deze video. Ja, gaan we de 10.000 likes halen? Op Rob's video hebben we de 10.000 likes gehaald. Als dat niet zo is, staan we nu echt voor lul. Dat komt dan nog wel. Dan wordt het vast ooit wel gehaald. Maar als we daar niet gehaald hebben, kan het op mijn kanaal zeker. Wel. En anders op beide. En anders op beide. Ja. Of op beide niet. Duimpies. Dat zijn inderdaad alle opties. Oké. Ik heb 4-3-2-1. Nee. Nee. Ik wil 3 in de back. Ik heb heel kut. Oké, ik heb 4-3-3 controleren. Oké, ja, ben je klaar? Ja. Heb je al geklikt? Nee. Oké, moet je eerst gaan zeggen. Zullen we al even nummer 3 gaan? Oké. En we gaan tegelijk klikken. Oké, ik heb nu al geklikt. Oh. Bijna gelukt. Wie heb je? 93 Aubameyang. Oké, ik heb 85 Koscielny. Wat is dit nou? Oh mijn god. Hoe kan dit? Heel erg kak. Hoe kan dit? Dat is echt de slechtste captain die ik roep. Nee, maar Rob, weet je wat wel waar is? Meestal als je een slechte captain krijgt, krijg je een fucking goed team. Dat is geen grap. Echt? Oké, dan gaan we meteen voor de rechts buiten. Oké, ja. Voor welk nummer moet ik gaan? Ja, ik heb wel een goede tussen staan. Doe maar 3. Ik heb wel een goede tussen staan. Ga maar voor 5. Oh, die Maria. Niks mis. Ik heb Kandreva. Heel kak. Centermidje? Ja, centermidje. Er zit echt de perfecte centermid zit erbij. 1. Ja! Nee. Matuidi linkt met beide spelers. Heerlijk. Je gaat toch voor BVA team aangezien je game. 3. Pastore. Ja. Ik had ook Matuidi. Hey, rechtsachter? Had je ook Souza, Thiago en Sessegnon? Ja, dat weet ik echt niet. Ik had Kroos. Oké, rechtsachter. Rechtsachter? Ja, die wilde ik even voor mijn driehoekje compleet maken. Oké. Wie moet ik nemen? 4. Maicon. Ga jij maar voor nummer 5. Ricardo van Rijn. Is hij slecht? Ja. Die is die van Ajax? Die heb ik al, want ik heb hem al. Oh, ik doe een spitsie. Oké, doe ik als centerback. Oké. Ga jij maar voor nummer 4. 4? Ja. Falcao. Doe jij dan ook maar 4? Inform Alaba. Ik heb tot nu toe geen één linkje. Oh, dat is wel heel fijn. Ja. Oké, nu heb ik hele goede linksbuitens, dus kies maar even. Oké. 5. 95 Ronaldo. Vind je mee? 3. Jongen, de allerslechtste. Het is niet te geloven. Dat heb ik zo vaak al bij jou gehad. Alsof je het uitzoekt. Ik heb Royce zou perfect. Je weet niet, maar je hebt gewoon op schermdelen geklikt op Skype. Ik kan gewoon je scherm zien. Nee. Nee, dat is heel kut. Prank ging fout. Jij mag mijn volgende speler al bekiezen. Oké, ik ga voor mijn CVM. Dus ga jij maar voor CM. Ja. Welk nummer moet ik? 5. Guardado. Ik had echt voor de 2e keer ooit dat ik Timo zie in Busquets. Maar nee, Guardado, prima. Ik heb nog steeds 0 linkjes. En ja, en wie moet ik? 1. Info Guarin. Wat moet je daar nou mee? Ja, ongeveer evenveel als met Info Guardado. Oké, ga ik voor de volgende centrum met. Ik ook. Ja, hier heb ik weer helemaal niks aan. Jij moet eerst zeggen. 4. Nee! Nou ja, I-Man of the Match, Vidal. Niks mis mee. I-Man of the Match? Ja... E-Man of the Match, hoe wil je dat noemen? Ja, nee, maar die paars met de, of blauw met de... Oh, rode. Ja, International Man of the Match. Die zijn echt zeker kaartjes, daar krijg ik echt een harde dop van. Oh, oké. Welke moet ik? 3. Inform de Voer. Ik heb nog steeds 0 linkjes! Dit wordt een nieuw record. Dit wordt echt een nieuw record. 0 linkjes. 32 chemistry op dit moment. Ik heb er ook... Ja, ik heb 39, ik denk niet veel beter. Nee, sorry. Oké, linksbackie? Linksbackie, ja. Oké. Kan ik met een van deze linkje krijgen? Ja. Nee, niet. Nee, nog steeds niet. Nee, ik heb sowieso nog steeds geen link. Zeg maar, wie moet ik nemen? 4. Alexandro, Timo Sien. Mij boeit het eigenlijk allemaal niet. Doe jij maar 1. Uit de league 1. Oh, dat is nog prima. Oh ja, joh. Centerbaggy? Centerbaggy. Oh, mijn god. Zeg maar, doe jij maar 2. Hummedes. Ik heb een linkje, ja. Oké, wie moet ik? 1. Inform Gigibudi Gigi. Wie? Djibouli. Djiloboji. Djiloboji? Djiloboji. Kom, zo moeilijk is het niet. Keepertje. Keeper. Keeper. Oké. Zeg het nou. Ga jij maar voor 4. Man of the match. Of Hero Schmeichel. Hij linkt wel met Koscielny. Kun jij niet zeggen hè, dat er iets linkt? Jawel. Oh, sorry. Mijn heuvel is... dan maar voor 3.
Oh, je heuvelis klinkt. Ja, dat linkt me niet. Ik heb een zwakke link tussen heuvelis en Alaba. Ik heb 44 chemistry. Dat is... Oh, ik 54. Niks mis mee. Dat is een prima uitgangspunt. Ja, inderdaad. Oké, let's go. Zeg het. Nummer 1. Oh mijn god, allemaal goeie, behalve, ja, 1 is Wayne Rooney, maar ja. En wie moet ik? Nummer 8. Oh, ik ging heel serieus ook zeggen, want ik zit te kijken naar hoeveel reden die was. Nummer 2. Hey, Sturridge. Duimpie. Ik weet niks meer. Die linkt wel sterk met mijn Rooney. Hij linkt zeg ook maar. Met Alexis Sanchez, ga jij maar voor nummer 1. Mkhitaryan. Die is zo slecht. Doe jij ook maar 1. Janko. Fucking Janko. Oké, wie moet nu? 3. 3? Ja. Socrates, niks mis mee. Okay, nou, eigenlijk wel, want ik heb er niks aan. Ik heb non-rares. Oh, dan doe maar 1. Oké, dat is de enige niet non-rare, dat is Totti. Oh, dat is knap. Moet je niet zeggen dat je non-rare zet? Lul. Sorry, spijt me. Oké, vertel me, wie moet ik pakken? 3. Inform, of nee, Iraola van New York City dit FC. Dit is, ik heb echt een hele slechte fut. Ja, maar mijn is ook heel slecht. Ik heb ook pas 54 team geweest. Oké, ja, wie moet ik? Oh, 3. Oké, okay, de laatste. Dat is wel 1 negen nemen, dat is wel lekker. Oh, dat is wel lekker. Oké, okay, de laatste. Zilvers, yes. Oké, 2 dan voor jou. Yuri, prima. Oh, heel fijn. Nee. Oké, okay, 4. Man of the match Bill. Oh, dat is wel lekker. Niks mis meer. Oké, nu mogen we zelf kiezen. Ik heb al gedrukt. Ik ga voor de keeper. Keeper? Bundesliga, ja, ik heb Bundesliga, beter. Wel een risicootje, maar ik ga dat doen. Oké, let's go. Heb je er ook al één gekozen? Nee. Oh, ik ga maar voor 87 Coutinho, ook international man of the match. Let's go! Ik ga voor Kovacic. Kovacic, ja, prima. Dit is echt de slechtste fun. Oh, dit is wel lekker. Oeh. Ik ga voor Neymar. Next one. Another one. Ja, Ik heb dus 92 lakken zet. Ik heb 98 Ronaldo en ik heb 89 Benzema. En ik ga denk ik voor Benzema. Maar ik heb dus een CAM, Gamas Rodriguez. Ja? I man of the match. Ja? Maar ik heb ook Iniesta van 88, die is center mid. Dus die heeft wel de perfecte positie. En Gamas niet, maar toch ga ik voor Gamas. Dat kaart is gewoon te geil. Om ja, en die linkt sterk met Ronaldo. Dus. Ja. Nou, dat lijkt me sterk, maar... Oh, nog een Frans middenveldertje van de Ligue 1. Dat is wel heel fijn om die erbij te hebben. Dus die pak ik. Infom Dabo, wie kent hem niet? Oh, het is zo slecht. Ah, 4 rechtsachters, maar geen één van... Oké, ik ga voor hem. Die kan op rechtsback. Hoeveel moet je nog? Ik moet er nog 2. Nou ja, ik kies maar voor Darmian. Ik ook 2. Oké, okay, next one. Rechtsachter. Nee, fucking Bottergien. Dit wordt denk ik mijn allerslechtste nu toe. Echt, dan ga ik weer winnen. Oké, dan voor mijn laatste kaart, mijn keeper. Keeper? Even kijken, heb ik er een? Oké, okay, nee, dit Premier wordt League. Echt om te janken. Dit wordt tranen met tuiten. Oké, ik ben klaar, zeg maar, als je kan beginnen met ik wisselen. Ik ook, ik kan met wisselen beginnen. Ja? Oké, let's do this. Oh, als ik hier wat uit weet te maken, ben ik echt een legende. Ik heb zeg maar zo'n positie over, weet je wel, waar jij gewoon niks kan. Die gewoon alleen maar deadlinks heeft. Ja, maar ik heb ook. Ja, maar ik heb dan maar 2. En ik heb ook niks wat ik daar gewoon neer kan pleuren dat het niet eens de goede positie, maar dat het dan maar linkjes geeft, weet je wel. Ja. Als ik gewoon niet uit de Frans heb, dan los ik het helemaal op. Maar... Ik ben echt bang iedere keer dat ik wat over het hoofd zie, hè. Ja, ik ook. En dan straks alle comments vol staan met Koen, je hebt down. Ja, dat is wel gelijk, man. Ja, maar ja, dat is toch niet aardig. Oh. Ik zeg wel eerst mijn rating weer. Ja, doe maar. Mijn rating is 86. Dan zijn we daar in ieder geval gelijk. En wat is je chemistry? Jij eerst. Nee, jij gaat lekker eerst. Nee, ik moet altijd eerst. Oké, we doen steenpier schaar en geen verlies met eerst. Oké. Steenpier schaar. Wat heb je? Maakt dat niet uit of we tegelijk doen. Eerst jij. Jij moet eerst zeggen wat je hebt. Ik heb schaar. Ik ook. Okay, nog een. Steenpapier schaar. Wat heb jij? Steen. Ah, kak! Heb je schaar weer? Ja. Done the nut. Nou, dan moet je het ook als eerst zeggen. Ik heb 86 chemistry. Kleren, nee! Ik heb 77! 11 ratingschap! Nee, dat is niet waar. 9. Maar 11 is ook prima. Je had 88. 86. Oh, 86. Ik luister maar. Maar 9 ratings is toch vrij lekker, zeker voor een spitsje. Ja, inderdaad. Oeh! Nou ja. Oké, okay, dus ik moet nu een spits uitzoeken. Oh, en jij moet 9 ratings lager. Oh, dat is heel erg. Oh, wat erg. Ja, Rob. Kijk, ik kan je gaan sparen. Maar dan ga ik natuurlijk niet doen. Ik heb jou heel vaak gespaard. Brabants duo stal 10.000 euro's via phishing. Hey, Brabant. Ze hebben alles uitgegeven aan bier. Hij heet Lacazette. Hij is 84 reden. Oh, ik dacht 92, helaas. Min 8 betekent dat je een 76 spits. 9 toch? 9! Een 75 spits. Ja, duimpje.
75 is zo... Kijk, die 74 zijn soms nog best goed. Dan kan je nog een 10 seasonetje nemen of zo. 75 zijn van die shit goals, weet je wel, met 70 pace en zo. Oh, ik zie hier wel een hele goeie. Ja, dit is wel heel lekker. Dan gaat alleen dat centerbackje geen volgende team meest halen. Ik ga voor Niang van AC Milan. Is hij 75? Ja, 86 pace, 83 dribbling. Is hij 75? En vier, ja, die is ja, in spitsversie. Yeah. Die is fucking goed. Kijk nou op je scherm. Ja, is super goed. Oh, en hey, die link perfect, met, of die link sterk met Pogba, hè? Bij de Franse Serie A. Goedje, ja! Ja, ik, in de EK Cup gebruik ik dus zijn zilver en die is ook echt nog goed. Oké, mensen, ons team ziet er dus nu zo uit zoals jullie zien. We zijn echt beast. En laat even achter in de comments wie jullie denken dat gaat winnen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben ook benieuwd wie er gaat winnen. Ik niet. En ook benieuwd wie jullie denken dat gaat winnen. Ja, jij ik ben toch benieuwd, wel. Je bent, ja. Pap ik, ha. Mijn team ziet er echt uit als een ongelooflijk beast team. Ben ik gewoon eerlijk in. Ja, mijn ook. 75 Young in de spit. Ja. Dat is ook kut. Ja, dat is ook kut. Ja, ben ik eerlijk in. Dat is ook kut. In ieder geval, mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik aankomende ook. Dinsdag komt natuurlijk weer een nieuwe op Rob's kanaal. We zullen dan niet vergeten. Wat wel bij de vorige aflevering gebeurde. Kan gebeuren. Ja, heeft hij er geen last van. Heb je die aflevering nog niet gezien? Die staat op Rob's kanaal. Zijn links in de beschrijving staan. En dan hoop ik dat jullie genoten hebben. Ik ook. En zou ik daar even graag mee tot de volgende keer. Ik zeg doei. Doei. Later. Duimpie.